graag in Nieuwegein. En Fransje, jij hebt weer een hele andere pakket aan kunstwerken meegenomen. Ja. Waar zit jouw kracht? Kracht? Mijn kracht zit vooral in het... Ja, ik heb mijn eigen beeldtaal. Ik heb vroeger heel veel getekend, maar ik kom uit de textielhoek. Ik ben de eerste kindermodeontwerpster van Nederland. En ik ben afgestudeerd in theatervormgeving. En gewerkt voor de Margriet en Libelle en de tijdschriften voor kinderdingen. Heel veel kinderbreiwerk. Dus, om dat een beetje hipper te maken, dat is de vorige eeuw. Daarna wilde ik eigenlijk heel graag mijn potlood vervangen door weer iets met textiel. En dan heb je zo'n idee eigenlijk, als je dat heel graag wil, komt het een soort van op je pad. En toen ben ik gaan filmen. En toen heb ik mijn potlood met papier vervangen door draad en naald en filt. Dus ik heb een grijs draadje gezocht waarmee ik eigenlijk eens kon tekenen. Ja. En sindsdien doe ik dat. Wat goed, en inderdaad, want je palet is veel wit, grijs, zwart, ja. Maar heel voorzichtig. Ja. Als we naar dit werk lopen, wat zien we hier? Dit is ik ben met dit figuurtje begonnen, met waar ik het net over had. Dus in plaats van tekenen op de bank, zat ik op de muur op de bank, met dit kleintje. En het is eigenlijk een vertaling van de periode waarin ik toen zat van, je moet dus een beetje wortelen, ga eens dieper op de dingen in. Want ik ben iemand die heel veel technieken beheerst. Ja. En ook door het werk bij de tijdschriften en mijn docentenwerk. En ik had zoiets van, dus ik begon te borduren. En toen kwam dit vrouwtje eruit, wat eigenlijk naar beneden, en niet gaan vliegen, maar juist de beweging andersom aan het maken is. En, dan gaat het verder een beetje zoals je tekent, zoals ik teken. Toen werd het lapje te klein, want het was dit lapje, zo. Dus toen naaide ik er nog een lapje aan. Nou, op een gegeven moment gaat het, omdat je uit je eigen leven verteld hebt, natuurlijk mijn drie dochters en mijn hele omgeving heeft daarmee te maken. Dus eigenlijk is het een soort levensboom geworden, die... hier is de oudste dochter. Ik ben begonnen bij de geboorte van de oudste dochter. Dus die is in Amsterdam geboren. En hier is de nichtje. Dit zijn alle kinderen in het opgroeien en die ik les heb gegeven. En dan gaat de grijs toon is eigenlijk hier iets donkerder dan daar, als je het zou vergelijken. Maar in plaats van de blaadjes en de waakhondjes hier, zijn dat allemaal vogeltjes. Dus stel dat je een afschieten of een knal zou geven waar de vogels van schrikken. Als ze vliegen weg, dan is dat bijna kaal. Dus het is een beetje zo van, dat kan allemaal nog gebeuren. Ja. Geweldig hoe je in één beeld zoveel verhalen kunt vertellen. Ja, het gaat nog door, want er zitten hier echt allemaal waakhondjes in. De katten die we hebben gehad. De kleinzoon zit er bovenin. En ik moet alweer een dependanslab doen, want we hebben er weer een klein dochtertje bij net. Dus ik moet dat op een andere manier. Je blijft bouwen aan dit werk. Ja, net is aan je leven. Ja, fantastisch. Ja. Geweldig. En ik zie dat je niet alleen in het platte vlak, maar ook in ornamenten hier werkt. Ik wilde 3D. Iets wat je echt, iets nog niet waar je omheen kan lopen, maar wel wat dikte heeft, zeg maar. De drie dimensies. Toen kwam dit eruit rollen. Echt rollen, want veel dingen hebben wieltjes. Ja. En daarna had ik ontzettend behoefte om groter en groter, nog steeds meer. Ja. En toen kwamen eigenlijk deze. Leuk, want hier ben je ook weer met andere materialen gaan combineren, hè? Ja, als je zo rondloopt, je denkt van, ik wil dat gewoon niet meer in kleur. Allemaal de illustraties, kinderboeken, werk was altijd in kleur. Ja. En nu... had ik iets van, toen ik begon met dat draadje, denk ik van, laat ik eens gewoon een soort van overnieuw beginnen. Dus gewoon grijs op wit. En ik merkte dat de vorm dan belangrijker wordt. Dat de vorm niet verschuift op het moment dat je kleur toevoegt. Dat is een interessante. Dus naarmate je minder kleur gebruikt, wordt de vorm belangrijker. Want dat is dan je beeldtaal. Ja, ik snap het. En je
ik zoek ook materiaal dat gewoon onderheen is. Ja. Dus ik gebruik koffiepads, papiertjes. Koffiepads, papiertjes, is het goed. Dat is die bruine vloed die je ziet. Ja. En als je dus daarmee speelt, dan kun je de koffiepad langer met koffie erin laten liggen. Dan krijg je dus donkere randjes. Ja. Het ballonnetje wat op het figuurtje zit, kun je raaien. Dat is. Een worstenvilletje of niet? Ja. Het is gemaakt van darm, varkensdarm. Oh, geweldig. Ik ben ook met visleer bezig. Oh. Het zijn allemaal dingen die ik heb een soort fascinatie voor dingen die toch al weggaan. Ja. Om die weer een beetje erbij te halen. En bijzondere texturen opleveren. Ja, precies. En waar kijken we hier naar? Dit is ons verantwoord. Nou, eigenlijk is het heel leuk. Dat was ook een soort boom. Ja. En dit werk is 4 dagen nu, 5. Oké, heel recent. En dat is eigenlijk samengesteld uit stukjes van vroeger werk. Oh. Ik heb een doek gemaakt over Bach. De boeken zaten al in de essentie. Ja. Ik was een atelier in de opruimen, dat was gewoon te onrusten. Ja. Ik vond allerlei werk van stukjes van vroeger werk. Wat leuk. En in één keer krijg ik dat dan weer waarde. Omdat ik gewoon dat je van blijft en niet wat gezien heb. Ja, ik zie hier ook een hele mooie tekst. Ja. Ja, dat is echt geschiedenis. Nou, ja, de hond is een trouw markertje. Kijk, die zit erin. Ja. En figuurtjes. Ja. Figuurtjes. Het engeltje staat voor de mensen die niet meer hier zijn, maar hemelen, laat maar zeggen. Ja, de droomvangers. Ja. Ja. Ja, dat, ja, in mijn idee zijn dat wielen. Alles wielen. Moet kunnen bewegen. Ah, het moet niet vastzitten. Alles blijft in beweging. Ja, oh, elke wat keer leuk. Is het steeds maar dus vleugels en... Nou, wat fantastisch. Fransje, wat ontzettend leuk dat we even mee mochten kijken bij jouw kunstwerk. Ja, alsjeblieft. Heb je het leuk gevonden deze dagen? Ja, ik heb echt zoveel veren in mijn... ding gekregen dat ik echt niet zou kunnen zitten. Nee, het was echt heel fijn. Vooral ook omdat je dat een beetje nodig hebt om die batterij weer op te laden. Ja? Best wel eenzaam. Als kunstenaar zit je vaak alleen te werken. Ja, het is gewoon fijn als je, en het wordt voor jezelf ook duidelijker. Dat klinkt misschien raar, omdat je het verhaal een paar keer moet vertellen. Ja? En mensen vragen dan van, ja, weet ik hoe ik eraan kom? Nee, geef wel een geschiedenis natuurlijk. Super. Ja. Ontzettend bedankt. Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer. Ja, goed.